Hey, welkom bij deze fototip Tino en we gaan het weer hebben over macro. Deze macro fototip Tino die ben ik eigenlijk wat meer het veld in gegaan. Alhoewel, ik ben eerst eventjes in mijn tuin gaan fotograferen. Hartstikke leuk. En ik ben hier bij mijn vlinderstruik. En ja, mijn vorige filmpje van een paar jaar geleden heb ik al het een en ander laten zien. Hè, van hoe je je toestel of waar je kan fotograferen in je tuin. Ik doe dat ook weer hier in mijn eigen tuin. En dit keer gaat het wat meer over de beesten zelf. Nou, op deze vlinderstruik komen heel veel bijen af. Die zitten hier, hier zit er eentje vlak voor mijn neus, dat is leuk. En ja, het lastige is met dat fotograferen is dat die dat ze heel snel bewegen. Dus ik heb een snelle sluitertijd. Van de 640ste tot de 1000ste, soms de 1250ste. Belangrijk is dat ze met hun kopje naar de lens komen. Dat is altijd wel leuk. Meestal zie je hun achterkant. Ja, niet zo interessant, maar dat kopje, die ogen die wil ik zien. Verreweg het moeilijkste met macrofotografie vind ik het scherpstellen. Ik schiet heel veel foto's en zeg maar 90% van de foto's is gewoon onscherp. Hoe doe ik dat dan om het scherp te krijgen? Nou, wat ik nu eigenlijk doe, ik heb hem eigenlijk op de automatische scherpstelling staan. En dan hoor ik die lens heel erg scherpstellen en rommelen. Dus ik ga een beetje van voor naar achter en dan zie ik vanzelf dat ik een scherp beeld heb. Dan heb ik meestal wel een goed resultaat. Een lekker scherp beeld. Kijk, hier zit een bijtje in. Die gaat weer weg, maar ze komen elke keer weer op hetzelfde plantje terug. Ik weet niet of je mijn motor nu hoort. Dan ga ik een stukje naar achteren. En dan zie ik vanzelf, ja, nu heb ik hem scherp. Hey, dit was weer een fototip Tino. Macro dit keer. Nou, ik hoop dat je er wat van geleerd hebt. En zag je dit pas voor de eerste keer en ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Nou, ik ben nog van plan nog aardig wat video's te maken met fototip Tino. Dus abonneer je op dit kanaal en ik zou zeggen adios, fotografeer ze en tot een volgende fototip Tino. Hey, doei! Ook wel handig als je in de natuur gaat fotograferen. Doe een lange broek aan in plaats van de korte broek.